alcohol. Wat hè? Goedemorgen. Ja. Goedemorgen. Hoe heet die registers dan bijvoorbeeld? De prestant, Boudon, Octaaf, Quintus Kot, Octaaf 2, cornet, mixtuur, trompet en die zijn valsen. En die hier gedrukt staan die... Ja, nee, deze gebruik ik dan nog wel een keer. Maar voor de andere die gebruik ik meestal niet, want dat was niet om aan te horen. Hè? Nee, die is heel vals, hè? Ja. Ja, want Aad Kot heeft hem wel eens een keer bijgestemd, maar het ging maar geen kant. Nee, hoor. Ja. Het wordt tijd dat het gerestaureerd wordt. Want anders dan zit je natuurlijk met valse dingen. Een tijdje terug dacht ik, oh, een stukje dat ik nog lang niet gespeeld heb, dat zou ik nou eens doen. Maar toen kwam ik hier en dacht, oh jee, een octaaf lager. Okay. En welk nummer gaat u spelen nu? Pas trots van mijn behoud. Dat is een hoofdverzoek van dominee Veunicus. Hij zegt, wil je dat een keer spelen in de Leidenstijd? Waar het bloed door u gestort bij de grond des levens wordt. Ja. Dus ik doe het elk jaar één keer. Ja. Bent u het daarmee eens, meneer Baas? Ja. Ik zal eens beginnen, want het is nog vijf voor. Want dat is de rots waar we ons steeds weer aan vast kunnen klampen. Wanneer het gaat om ons behoud, dan zijn we aangewezen op de Heer Jezus Christus. En daar willen we van zingen en daar willen we van spelen. Oké, we gaan door. Tenminste, voor de restauratie. Hè? Ja. Psalm waar we mee afsluiten, dat is een oude berijming. Maar daar komt het orgel in voor. Laat hem op uw blijde snaren. Laat zich het orgel overal bij het juichend vreugdgeschal tot des Heeren glorie paren. En daar sluiten we dan de avond ook mee af. Okay. Luisteren en beluisteren. En bespelen het orgel hier in de kerk. En dat gebeurt toch elke zondag, zou je zeggen. Maar ja, deze zondag is toch wel een beetje speciaal, omdat dit eigenlijk de laatste zondag is dat het orgel nog in oude glorie klinkt. En deze komende week wordt het orgel dan gedemonteerd en overgebracht naar de kerkplaats in Soest, waar het gerestaureerd zal worden.
Ik ben Sjaak de Bree en ik ben de voorzitter van de kerkenraad en de voorzitter van het college van kerkrentmeesters. Dat zijn de mensen die de stoffelijke belangen van de kerk behartigen. De stoffelijke belangen, en wat zijn dan? Nou, dat is dus het geldbeheer van de kerk en ook de bezittingen van de kerk. Dus het gebouw, waaronder ook het orgel en ook de gronden die de kerk in zijn bezit heeft. Die kerk die heeft, ik denk, ongeveer 25 hectare. Nog. Vroeger was het meer. Dat is, de oudheid hebben onze voorvaderen dat ooit aan de kerk geschonken. Een jaar of 12 geleden zijn we daarmee begonnen om de kerk te renoveren. Maar het is een erg duur gebouw om dat te doen. Dus we hebben met een ploeg enthousiaste vrijwilligers zijn we begonnen om de zaak te renoveren. De zaak opnieuw schilderen, want het was allemaal donkerbruin. En zo doen we iedere winter deden we 2-3 maanden. Uitsluitend iedere avond aan de kerk restaureren. In die tijd is ook de pogingen in gang gezet om het orgel op de monumentenlijst te krijgen. Want het is het enige nog originele, in originele staat zijn de Vlaams orgel, wat er nog is in Nederland. En het stond nog niet op de monumentenlijst. En dat is een lange weg te gaan om dat op de monumentenlijst te krijgen. En als het daarop staat, dan kun je subsidie aanvragen voor restauratie. Want die restauratie die was hard nodig, maar dat kunnen wij niet betalen. Het bedrag op dit moment wordt ongeveer 170.000 euro. En daarvan is 96.000 euro wordt gesubsidieerd. En die andere 75.000 euro moeten wij betalen. En we zijn met een aantal acties al jaren bezig om geld bij elkaar te krijgen en we zitten nu op een bedrag van 21.000 euro. En nu worden er sponsors benaderd om ook een donatie te doen, zodat het bedrag tegen het eind van de restauratie en de oplevering dat het compleet is. Als het elkaar komt, dan zitten we toch wat tegen de 180.000 aan. Zo, ja. Nou, dan komen we dus er nog een beetje 60 tekort, hè. Ja. Dan moeten we toch nog ergens vandaan halen. Ja. Maar we hebben dus nog niet één instantie aangeschreven, behalve het Rijk. Want er zijn natuurlijk fondsen voor orgels, er zijn instituten die zich bezighouden met het Nederlandse orgel. Ja. En in Brussel hebben ze potjes voor oude orgels en al zulke dingen. Stichting Cultuurfonds Prins Bernhard. Prins Bernhard Cultuurfonds. Het Anjefonds vroeger, zeg maar. Ja. Nou, dan heb je de Stichting Resse hier op Oude Duiveland, die ook al zulke culturele dingen wat doet. Ja. Uiteraard Rabobank en Rambobank en dergelijke, die worden ook aangeschreven. En bij elkaar dan wat grote bedrijven. Hè? Ja. Die hier natuurlijk Pauwen zitten of zonder mij. Ja. Ik verwacht dat hij ook wat gaat doen. Zoiets. Goeie genade. Dat ziet er niet aan af van de, van de voorkant. De buitenkant heb je er een stuk of 60, denk ik. Ja. En de rest zit er binnenin. 700. Ja. Dit is het bestek van toen het orgel gebouwd is, dus waarin het staat beschreven met de hand in 1871 hoe het orgel gebouwd moest worden. Het orgel zal 1 januari 1872 of eerder voor de gemeente gebruikt kunnen worden. De orgelmaker zal voor de daarstelling van dit orgel genieten een som van 3.600 gulden. Alle onkosten, van welke aard ook, als reis, transport of verblijfkosten komen voor rekening van de orgelmaker. Andere mensen tegen, hè? Want je hebt zelf maar een groep mensen, ja. Hè, van, laten we zeggen, 17 man. Ja, precies. En daar moet je het mee doen, heel jaar. Maar nu kwamen ze van de andere schepen. En dan kwamen ze ook van andere schepen erbij. Ja. En dat was altijd, dat trok. Ja, ja. En dan kwam ik thuis, hè? En ik heb het ene keer meegemaakt, dat was zonder gekheid. Toen kwam ik thuis, 's morgens om 8:30. Ja. Zondagsmorgens. En toen zei mijn moeder, welkom kind, als jij er nu gauw wast en aankleedt,
Oké, net om had ik. Zo ben ik wel opgevoed. Zo, dat wel. En dat, zulke dingen vergeet je. Nee, dat vergeet je nooit. Niet. Vergeet echt je niet. Dan word je nog zo oud niet. Je staat er van te kijken, laat maar zeggen, wat er dan weer boven water komt. Ja, ja, ja. Maar ja, goed. Maar een ander vraagje. Nou heb ik dan over die kerk, over de kerkorgel, heb ik gelezen in de krant, ons eiland zo gezegd. Ja, ons eiland stond er een heel stuk. Daar stond een heel stuk, dat heb ik wel zitten lezen. En ik vond het ook, wij zeiden ook tegen elkaar, nou dat is gedoe, het is toch een pracht. Hey, als je dat op kan laten knappen, ja. En dat het toch, laten we zeggen, dat het, ja, dat het gedekt blijft in de kosten. Ja. Ja, ja, ja. En wat zo heb ik het eruit opgemaakt dat jullie het wel kunnen dekken, laten we zeggen, uit de koers. Ja, dat, ja. Dat is heel bijzonder. Dat want is, ja, dat maak je niet veel nee, mee. Nee, want de kerk die was er ook hier heel vroeg bij, ja, met de aanvraag voor monumentenzorg. Oh, deksels. Want het is een monumentaal orgel uit 1870. Ja, dat las ik. Ja. En dat is eigenlijk nog helemaal in de oorspronkelijke staat. Ja. Maar ja, in de loop van het jaar, kijk maar naar 150 jaar. Dan is het toch het een en ander versleten. Dan, ja, dan komt hij in om kosten. En dankzij monumentenzorg, maar ook door veel spaarpotjes die in de loop van de tijd zijn gespaard. Ja, ja. En door acties, bijvoorbeeld met Koninginnedag, hebben we de pannenkoeken en de plantenverkoop. Oh, en, dat is er allemaal naartoe gegaan. Oké, okay, meneer Van Duin. Hartelijk bedankt dat we elkaar gesproken hebben. Ja, ik vind het fijn dat we elkaar eens een keer gesproken wellicht, hebben, laat ik het zo zeggen. Wellicht komen we elkaar nog eens tegen in een vervolggesprek. Nou ja, misschien wel. Misschien hebben we elkaar wel eens nodig. Wellicht. Maar dan voor een goed doel. Precies. Oké. Okay. Bedankt in elk geval. En tot ziens hoor. Tot kijken. Dag. Dag. Ja, ik ben Hans Elbertsen, directeur van Elbertsen Orgelmakers. En ons bedrijf is dit jaar 92 jaar oud. Ja. Mijn grootvader is begonnen bij een beroemde orgelmaker, Maarschalken Weert. We zijn nu bezig met het grootste kerkorgel van Maarschalken Weert zelfs. En natuurlijk met het mooie orgel van Zonnemeren. Daar hebben we nu wat, gaan we nu wat van laten zien. Ik hoop ook dat we in de komende tijd er wat meer van kunnen laten zien. Mijn medewerkers die zijn er al mee bezig, maar... Als het orgel van Delft weggaat, dan gaan we volop met het orgel van Zonnemeren bezig. En dan hoop ik dat het zo half volgend jaar weer in de kerk te beluisteren is. Maar deze lade is nu al voor een groot deel gerestaureerd. Die is helemaal uit elkaar geweest. Dus alles is eruit geweest en los geweest. En weer opnieuw in elkaar gezet. Met warme lijm doen we dat ook. Alles gaat met warme houtlijm nog. Zodat het later kun je het weer uit elkaar nemen. Als je het met witte lijm zou doen, dan krijg je niet meer uit elkaar. Dan sla je alles stuk. Dus dit wordt met warme lijm, zijn al die latjes er weer opnieuw ingelijnd, precies passend. Want het moet luchtdicht zijn, van de ene kant naar de andere. De orgelwind, hè, als je dus een toets indrukt, dan gaat er via mechaniek, gaat hier een ventiel omhoog. En dan gaat hier de wind in. Nou, als je nou goed kijkt, dan zie je hier eigenlijk al boringen onderin. Ja. Daar zitten boringen. En daar gaat de wind weer uit. En daar staat een pijp op. En dan gaat de pijp spreken. En dat is logisch. En zo gaan al die pijpen van elk register 1, dus allemaal de toets C bijvoorbeeld, of de toets C's, hè, die gaan allemaal spreken. Maar die kun je ook afzonderlijk weer uitzetten. Je kan ze allemaal uitzetten, of 1, of 1 aanzetten. Dat kun je met de registers doen, hè, de registertrekkers aan de speeltafel. Maar dat is misschien wel wat voor later. Wat wel heel grappig is, is dat zo'n windlade, die is allemaal eikenhout. Dat is ook het hout wat gebruikt werd toen.
werd bijna alleen eiken gebruikt. Soms gingen ze wel eens wat bezuinigen en dan werd er wat grenen in verwerkt. Dus er was het allemaal eiken wat je niet zag, dat was grenen. Maar Vlaarse Brunjes deed dat niet. Die gebruikte echt mooi hout. Maar hier zien we iets heel geks. Kijk, hier zien we mahoniehout. En dat zien we daar ook een paar stukjes. Nou, dat is vreemd. En dat hebben we al een keer eerder gezien bij Vlaars. Want het orgel van Wessaan, die heeft dat ook. Die heeft stukjes mahonie. Dat is gewoon heel ongebruikelijk. En die heeft zelfs hele dunne latjes van mechaniek van mahonie. Dat hebben we hier niet aangetroffen, maar daar wel. Na het Westaanse orgel zijn we, ik heb het al iets van gezegd, het orgel in Curaçao gaan doen van Vlaars. En dat is helemaal van mahonie gemaakt. Dus wat we hier zien zijn eigenlijk reststukjes, volgens mij, van het orgel wat overgebleven is op Curaçao. Dit is het hoofdwerk. Het hoofdwerk is het onderste klavier wat bespeeld wordt. Kijk, en dat is het grootste klavier, staan de meeste pijpen op. Dat begint daar en dat eindigt hier. Kijk, hier zie je die dwarsbalk. Ja. Daar kan die wind niet doorheen. Dus hier stopt het. Dus hier aan de andere kant, al die boringen, die spreken die pijpen. Dit is het bovenklavier, noemen we het nevenwerk. Staat ernaast. En dat is een veel kleiner klavier. Er staan veel minder pijpen op, kleinere pijpen op. He, dus dat is, en dit ligt dus op zijn kop. Hè? We kijken nu naar de onderkant van de lade. En we zijn er nu mee bezig. We zijn aan het restaureren. En ja, er moet nog wel wat aan gebeuren. Maar we gaan al een aardige goede kant op. We hebben net sleuven gemaakt hier erin. Die moeten nog afgewerkt worden. En dat zijn dilatatievoegen. Dat maken we er speciaal in voor de verwarming in de kerk in Zonnemeren. Wat ik nou begreep is dat ze gelukkig de verwarming aan willen gaan pakken. Dat is wel heel belangrijk trouwens. Want wat wil hout doen? Kijk, dit is een breedte hout. Dit is de lengte van het hout, dit is de breedte. Dat wil krimpen en dat wil zwellen. En over zo'n afstand, als dat vochtig wordt, dan wordt het echt een stukje groter hoor. En als het dan krimpt, dan wordt het echt een stukje kleiner. En dan gaat het stukken, dan gaan dus bijvoorbeeld die tussenlatjes die erin gelijmd zijn, die breken kapot. En dan kan de wind van de ene pijp naar de andere komen. En daardoor hebben we die dilatatie voegen. Dus nu kan die een beetje krimpen en een beetje zwellen per vak. En dan los je het wel op. En het is niet zo dat bijvoorbeeld deze groep van Zonnemere is of van Delft. Nee, hier heb je bijvoorbeeld de pijpen van Zonnemere. Hier staat er weer een. We delen ze in de vakjes zo groot ze zijn natuurlijk. Hè. Kijk, die pijpen zijn gerestaureerd. En daar kun je ze bijvoorbeeld zien, hè? Die bovenkantjes die glimmen, hè? Al die kleine stukjes die hier, ja, die zijn ingesoldeerd weer, dat was kapot. Nou, zo zijn alle pijpen, je ziet het overal wel, het is allemaal gerestaureerd. Pijpjes die te kort waren hier, die waren kapot gestemd, daar hebben we kleine stukjes op gesoldeerd. En dat is dan ook weer van hetzelfde materiaal, tin en lood, op dezelfde legering. Kijk, en deze heeft ze meer meegemaakt, net als deze, dat zijn twee kleine. Hier, kijk, die zijn echt kapot gestemd geweest, want hier zijn ze ook zelfs doormidden geweest. Dus die hebben daar ook opnieuw gesoldeerd. Het fluitje, de roerfluit. Kijk, dit is alleen maar de voet. Dit is geen pijp, dit stuk. Dat is de voet, dat is de pijp. Oké. Okay. En die is dan ook precies op lengte gesneden. Dat is ook toonhoogte. Als je wat afsnijdt, dan wordt die hoger. Als je hem wat langer maakt, wordt die lager. Maar dit is op lengte gesneden. En die kunnen we dan stemmen met een stemhoorn. Dan stemmen we hem ietsje dicht. Of je stemt hem ietsje open. En als je hem dicht stemt, dan wordt hij lager in toon. En als je hem open stemt, wordt hij hoger in toon. En als een orgel nou heel slecht wordt, zoals in Zonnemere het geval is, dan moet er zoveel aan gestemd worden. Dan moet je eigenlijk als orgelmaker zeggen, daar gaan we niet in verder, daar stoppen we mee, stemmen we niet meer. Want dan krijg je dat soort dingen, dat je kapot gaat stemmen, hè? Dat het gewoon gaat scheuren. En want de ene keer moet hij helemaal dicht en dan moet hij weer open, hè, als het vochtig is of droog. Dus dan ga je ze kapot stemmen. Maar dit is de toonhoogte, dat zie je hier ook, dat is ook de toonhoogte, dat zijn die krulletjes. Ja, als je het krulletje iets naar beneden tikt, wordt hij hoger in toon. En iets omhoog, wordt hij lager in toon. En als je nou een orgel stemt, dan stem je een halve millimeter, is al veel. Dus zo gauw je meer moet gaan stemmen, is er iets anders. Er is iets kapot in de windlade, of dan, dat doe je niet. Of er ligt een vlieg in bijvoorbeeld. Hè. Maar het stemmen, dat zijn hele kleine tikjes. En zo stem je hem zuiver. Ja, kijk, als je goed kijkt, zie je hier allemaal krasjes.
En die krasjes, dat is van het schuren. Dus eerst gaan we die lak eraf halen. Dan komen die krasjes tevoorschijn. Nou, dat is denk ik nog, dat is net zo erg of nog erger dan die lak die erop zit. Want de geschuurde pijp, dat kan natuurlijk niet. Maar dan gaan we hem polijsten. Daar zijn we nu mee bezig. Kijk, en dan kan je zien, er zitten nog wel een paar krassen. Moeten weg, maar dan krijgen we ze weg. Dus dan kunnen we er een, gewoon eigenlijk weer een mooie pijp van maken. Zonder dat die nieuw wordt. Of zonder dat die overmatig glimt. Want hij gaat nu wel glimmen. Maar die glans die is met een jaar weer weg. Dat hij dus zijn patent krijgt. Zoals bijvoorbeeld een beetje dit soort pijpen. Ietsje mooier, want het is wel een meer tin. Maar dat komt vanzelf terug. Hij is nu eigenlijk te mooi aan zelfs. En dan het bladgoud wordt hier dus ook een verf overheen gezet. Dat gaat er ook af en dan komt er opnieuw bladgoud op die laag. Wat gaan we doen, Sjaak? We gaan nu naar de voormalige vuilnisbelt, de Seroskerk, bij de schapen kijken, controleren of alles in orde is. Of ze er allemaal nog zijn. Of ze er allemaal nog zijn, of er geen zieken tussen lopen, of dat ze nog gras genoeg hebben. Twee, drie keer in de week rijd ik daar naartoe even een controle rondje doen. Dat loopt redelijk voorspoedig. Dus we zijn wel hadden gerekend op augustus, maar het zal vermoedelijk wel oktober worden voordat het opgeleverd kan worden. Omdat een vorige karwei van die restaurateur is een heel groot orgel en dat is uitgelopen. Dus dan zijn ze ook iets later aan ons orgel begonnen. Op zich is dat nog niet zo erg, want wij zijn er ook achter gekomen dat niet alleen de orgelrestauratie belangrijk was, maar de kachels in de kerk, de luchtverhitters, die zijn funest voor het orgel. En die zijn al van 1967, dus redelijk gedateerd. En die moeten nu ook vervangen worden. Dus er komt een heel nieuw verwarmingssysteem, vloerverwarming in de kerk, onder de banken. En dan hebben we van de zomer nog tijd om dat ook nog te installeren. Maar waarom is dat funest? Wat is nou, die luchtverhitters die hangen naast het orgel en die geven dus een hele week brandt de kachel niet. En dan in het weekend, als het erg koud is, gaat op zaterdagavond de kachel al aan om het zondagmorgen warm te krijgen. En dan krijg je dus uitzetting en krimp in dat orgel, in dat hout, omdat dan de luchtvochtigheid verandert. En dan, dan stook je het eigenlijk uit elkaar, ook omdat ze er te kort bij zitten. En als we nu in de warmte in zo'n kerk, die had toch allemaal al bovenin zitten. En nu komt er dan een systeem van buizen onder de banken. Met verwarming en aan het plafond komen ventilatoren. En die drukken de warmte naar beneden. Zodat het bovenin niet meer zo warm wordt. En wel beneden bij de mensen. En dat is ten eerste energiezuinig en... ten tweede natuurlijk bijzonder goed voor dat orgel, want dan komt dat ook niet meer in die extreme temperatuurwisselingen. Ik heb er geen slapeloze nachten van. Er is geen dag dat ik er niet aan denk, maar ik kan het ook goed van me afzetten. En dan neem ik het niet mee. Nee. Nee, gelukkig niet. Want dan zou het niet best zijn. Dan denk ik dat ik ermee moet stoppen. Want je hebt ook je bedrijven erop je een hele dag mee bezig bent. En als je dan natuurlijk op een duur een slapeloze nacht krijgt van... van het vrijwilligerswerk dan. Ja, maar goed, het zou toch kunnen? Ja, natuurlijk. Maar nou goed, omdat we Wim Hans een bijzonder goede man gevonden hebben voor de volkswerving en voor de financiën. Gewoon, die doet het hele financiële beheer van de kerk en dat doet hij bijzonder goed. Nou ja, dan kun je dat met een gerust hart overladen. Nou, vorige keer hebben we al gezien dat die pijpen, die zijn op een gegeven moment geschuurd. En dat is, het is orgelmetaal, hoog tingehalte. Dat hebben ze geschuurd. Wat natuurlijk uit en boos is. En toen hebben ze een soort lak overheen gesmeerd. Een moderne dat is lak. Ooit een keer gebeurd of zo? Ja, dat is ooit een keer gebeurd.
Nou, die lak die vergeelt natuurlijk, dus dat wordt een, in plaats dat het mooie tin is, hè, de mooie tint van tin, is het gaan vergelen. Het laatste stukje zie je daar nog wel. Nou, en die laag die gaat er niet zo heel makkelijk af. Dit is toch gele bijvoorbeeld. Ja, ja, kijk, hier zie je dat nog. Hè. Nou, kijk. Dit is er een, die zit er erg dun in hoor, in de lak. Maar die zijn erbij die. Maar goed, die lak die krijgen er wel af op deze manier. En dat is buiten dat het aardig wat werk is, maar het gaat eraf en dat is mooi. Maar wat we dan overhouden is een geschuurde pijp. En dat is niet zo mooi. Want dat is ooit gebeurd ook. Ja, ja, dus om die lak beter te laten hechten. Ze wilden echt goed hun werk doen. Ja, een goede ondergrond. Maar dat is dus zonde. Dus wat we nu gaan doen, dat is als dit klaar is, dan gaan we hem polijsten. Helemaal. Dus dan wordt die pijp wordt gepolijst. Drie kwart rond ongeveer. De achterkant doen we. Polijsten maakt hem ook altijd iets dunner, dus daar zijn we heel voorzichtig mee. Mag niet te dun worden, dus we gaan tot net over de helft. Hè? Het zichtdeel. Zo zijn ze denk ik ook zelfs gelakt, of niet Henk? Ze zijn niet eens rondom gelakt, alleen de voorkant. Maar goed, vroeger polijsten deden ze ook voor drie kwart meestal. En dan, dan wordt hij weer als nieuw. Wat u er nou op smeert, ja. Is dus een soort afbijt. Ja, een afbijt. Ja, het is een moderne lak, hè, dus dat werkt dan. Ja. Kijk, als je hierop zit een soort goud, bladgoud, dus met eiwit, dat krijg je nooit met de afbijt eraf. Dat doet hij niet meer. Dat lukt niet. Nee. Dat is een heel ander soort. En dan poetst u dit er weer af dan? Ja, met water en papier en ja. Laat hij er mooi uitzien hier. Nou. Ja, je moet eerst altijd, voordat je daar aan begint, eerst proberen van lukt het wel, hè? Want dat verpult zich wel. Maar goed, het gaat er wel af. Deze zijn klaar, ja. Maar die zijn nou, klaar, die zijn schoon, hè? Dus de lak af, kun je zien dat ze ook, hier zijn ze geschuurd, tot hier, zie je? Ja. Dat is altijd in die tijd heel gebruikelijk om... Als de eerste pijp geplaatst werd, dat er dan een tekst in zit. Die en die heeft de eerste pijp geplaatst. En dat werd dan ingegraveerd. Nou ja. En zo ging de pijp erin. Er zijn 25 houten en dan heb je nog 12 oorpijp achter. Daar zijn dus ook de meeste naden. Waren open. Nu zie je het niet meer, maar die hebben dan verder open gemaakt, schoongemaakt. Warme lijm ertussen. Hè? Want het zijn vroeger ook met warme lijm gelijmd. En dan zijn ze weer helemaal dicht. En dan moet je het ook weer doen. Mooi, hè? Ja. Kijk, je hebt hier ook, je kunt, kijk, hier heb je ook de stop, zie je. Dus dit is opnieuw beleerd, mooi passend gemaakt weer. Die zet je erin en hoe verder je die erin zet, hoe hoger die wordt, hè? Hoe verder je terugzet, hoe lager. Hè? Zo stem je hem ook. Maar dat gaat maar om millimetertjes hoor, wat ik nu doe en dan klinkt hij er zo. Dus ik kan nagaan hoe die klinkt, hè? Die achterste. Dat is echt een hele zware bas. Allemaal nog. Wat is dat gefestoneerd? Nou kijk, dan wordt er katoen omgewikkeld. Ja, ze gaan er nu wat lastiger uit deze. Ja, ze zitten nu nog vast. Om er even uit te halen. Maar aan de onderkant zitten ook van die oogjes waar de mechaniek in gehaakt wordt. En dat rammelt natuurlijk een beetje als je speelt. Ja. Dus die worden dan gefestoneerd. Er wordt een katoen draad omheen gewikkeld. Mooi strak. Dus dat je het niet hoort rammelen. Tenminste zo weinig mogelijk. Ja, dat is wel leuk, ja. Oh, ja. Ja. Ja, het is allemaal eigenlijk wat intensief, hè? Ja. Mogelijk, natuurlijk. Ja, het is zo, dat is een hele klus, hè? Dus
Al die oogjes moeten zo... Ja. En wat voor staat was de kast? In de voorkant die was in een zeer goede staat. Ook zelfs het bladgoud, dat er in 1930 verguld is. Maar dat zag er nog netjes uit, dus daar doen we in principe niks aan. Alleen de zijkanten en de achterkant die worden opnieuw geïmiteerd omdat die niet bij te werken waren. En imiteren, daar versta je onder? Het hout nabootsen in principe. De houtnerf naschilderen. Dus van een wit plankje. Marmer of een houtimitatie erop, dat kan alles zijn in principe. Met veren of zo? Nee, met stalen kammen en jute. Die staan helemaal bovenop het orgel. Dat ziet er allemaal hartstikke netjes uit. Maar ja, die hebben jullie alleen schoongepoetst? Schoongemaakt en één keer overgelakt. Kijk, hier kun je het verschil zien tussen wat één keer gelakt is en de originele staal. Dus hij spreekt iets meer. Ja. Vroeger in de kader van de bezuinigingen alleen maar aan de voorkant verguld. Ja, ja. Aan de achterkant zit geen goud, alleen maar aan de voorkant. En die hebben jullie schoongepoetst? Ja, schoongepoetst en één keer in de blanke lak gezet. En hij is weer als nieuw. Tjoe. De vorm zien, en dan met een stalen kam en met jute. En dan wordt er een nerfje in gemaakt. En als die al gelakt is, komt het er net zo uit te zien als daarboven. Dus dit moeten jullie nog lakken? Ja, dit is heel dun. Het is een procedé eigenlijk, en daar smeer je het mee in. Dus maar een bescherming zit hier niet in. De blanke harde PU-lak, die moet de bescherming bieden. En deze is een K, blijft een K, maar die bestaat niet. E misschien? Ja, die heb ik geloof ik al. Ik heb hier, even kijken. Ik zou zeggen dat ik hier een F, het zou nog een F kunnen zijn dit. En is dit een E? Maar dat hier, blijkt hier, heb ik, ja, het blijkt wel zo. Dit lijkt nog het meest op een E. En dat is dus in 1871 geschreven? Ja. Met potlood? Met potlood. Ik heb hier een C. Dies. Nou, ze komen eruit. Die is er ineens een 4 op, om het makkelijk te houden. Maar hij zou wel eens hier ergens in dit rijtje kunnen horen. En dit zijn een aantal verticalen, die zijn korter. Zoiets zou het moeten worden. Als het nou mee zit, dan past hij hierin. Kijk, dan moeten we hier uitkomen. Dat klopt best wel aardig. Kijk, dat werkt. Nou ja, vanaf volgende week is er wel wat muziek in het orgel in elk geval. Overigens, wanneer het orgel echt helemaal weer feestelijk in gebruik genomen wordt, dat weet ik eigenlijk niet. Dan zet je dus de register mee open en dicht. In het orgel zitten een aantal schuiven. Ja. En die openen dus allemaal boringen, zodat de lucht door kan gaan naar de pijpen. Dus nou echt heel soepel? Ja, ja, dat loopt als een treintje. Het is een hele eenvoudige mechaniek ook. Het is helemaal recht toe, recht aan. Kan weinig aan mis. Ik snap er helemaal niks meer. Nee, ik ook niet, man. Ik had niks op jou. Nee, je zat daar een week of zo. Daar zeg ik, ik snap het helemaal niet. Nee, hoor.
Ja, dat is wel een beetje zo. Wij danken u dat we hier weer in vrede bij elkaar mogen komen in deze dienst om te luisteren naar uw woord. Wilt u zijn met uw voorganger? Geef hem de woorden, Heer, dat wij ze begrijpen en eraan mogen leven. En geef ons met elkaar een goede en een zegende dienst. Dat vragen wij van u in Jezus' wil. Amen. Goeiedienst. Ja, die hoorden ze niet, denk ik. Hoor je die op de film? Dat is ook de laagste toon in het orgel. Boeron 16. De registers, zoals hier, zo'n register, zoals die cornet, staat hier ook nog eens een keer. Die moet je dus, dat zijn 4 keer 54 pijpen. Dus dan hebben we 224 pijpen. 116 pijpen. 216 pijpen. 4 keer 54. Ja, je raakt er nog van in de war ook. Dus, en dan moet je pijp voor pijp stemmen. Deur open, deur dicht. Deur open, deur dicht. En elk pijpje. Als je dus de deur dicht doet, na luisteren, is die goed? Nee? Ietsje veranderen. Deurtje open. Daar kan je ook allerlei kleuren mee maken van geluid natuurlijk. Met die labiaalpijpen kun je fluiten maken. Prestant, zoals we dit noemen. Dus het voornaamste register eigenlijk in het orgel. Tertsen, quinten, overblazende fluit. Nee, daar kun je van alles mee doen. Zelfs een beetje een trompet imiteren, dat doe je met zo'n cornet. Je krijgt een beetje een trompet idee door de samenstelling. Want normaal, als je één toets indrukt, gaat er één pijp. En bij die cornet gaan er vier tegelijk. Dus door die samenstelling krijg je... Ja, dit is dus die prestant 8, hè. En als je dan de cornet hebt... Cornet? Ja, ik moet de hoek op. Cornet. Hoor je die tertsen er bovenuit en die geven eigenlijk een beetje een... Nou, cornet is ook een tongwerk eigenlijk, is ook een trompet, ja. Een kleine trompet. En zo kun je ook de trompet zelf, dat worden dan de... Dat is het tongwerk. Dat zijn dus deze vooraan? Dat zijn deze, ja. De grootste die er zit. En de kleinste die hier... Zo gaat dat. Maar en tevreden over het geluid? Ja, het is een echte baas. Tik je hem wat naar binnen. Huh? En met deze kant tik je hem wat naar buiten. Wacht zo even. Ja, ik begrijp. Als je een pijp te ver naar buiten moet je niet doen. Het mooiste is als ze iets naar binnen staan. Deze staan iets verder naar binnen, maar dat is gewoon door de leeftijd van het orgel. Er is veel aan gestemd. En een beetje aan gesneden en een beetje uitgerekt. Dus hè, die... staan ietsje naar binnen. Ik denk dat ze origineel bijna recht gestaan hebben. En dan zal ik hem ietsje bijstemmen. Kijk, nou is hij zelfs nog iets beter. Dus hij is nog niet afgekoeld. En dan hoor ik hem nou. Thank you.
fantastisch. Geweldig. Ja. Klinkt echt een stuk mooier, hè? Oh, oh. Ja, dan hebben ze er ook geen erg meer in, hè. Maar langs dan moet je gauw groot als de bedrijven door. Als je aan het midden is, moet je wat anders weer voorzetten. Maar ja, dan zitten ze allemaal nog te kieken. Ja, ja, precies. En die bril moet die er ook in, die koopt er ook niet. Ja, die moet erin. Ja, die moet meenemen. Die kan niet mis. Ik heb hem wel, hè. Ja. Nee, maar Wim, jij ook tevreden? Ik ben zeer tevreden, ja. Absoluut. Toch? Als je ziet hoe het allemaal verlopen is en hoe we natuurlijk toch de financiën bijna rond hebben nu. Zo. Zeker na dit weekend weer, want het is toch, mag bijna wel zeggen, dit weekend alleen €1500 weer bijgekomen. Zo. Met de opbrengst van die quilt die we verkocht hebben natuurlijk, €677. Schilderijen €600. Ja. En dan nog wat open schaalcollecties erbij. Ik heb er iemand in die keuken.